Gezellig. Ja, had je nou nog genoeg punten om door te gaan? Ik ben vierde reserve. Het kutten is, je bent de meeste reserve geweest. Ja, beter beste. Ja. Als je hoeveel punten meer had? Twee. Waarom zit iedereen gewoon altijd een punt te sturen in die groepen? Ja. Om te joinen en dat het de makkelijkste knop is. Ik bedoelde om te joinen. Ja, om die thread te joinen. Gewoon even een puntje sturen. Ja, maar je kunt ook rechtsboven op die puntjes klikken, man. Ja, maar dan ben je moet je klikken en nog een keer klikken. Ja, kijk maar, Jasper, je kon ook gewoon hoger eindigen. Dan was je ook door, hè? Ja, als mijn sprinter nu eens die lek reed. Of net zoals mijn sprinter, als die nu eens die lek reed. Je is al tweede daar geworden, man. Of net zoals mij, gewoon vierde worden met wel genoeg punten. Ja. Maar besef, je kunt ook... Je had geen Duitser in je groep die gewoon constant zat te wheelsukken tot de laatste 5 kilometer. Je kunt het haten, maar, ja, maar hij heeft wel alle drie de ritten gewonnen. Hè, ja, deze. Omdat hem alleen maar wheelsukken. Maar Jasper is zo'n domme die zegt van... Ja, maar je gaat er wel mee tot de finish als hij in je wiel zit. Ja, hij doet dat. Jawel. Ik zou een keer op 0 gaan staan en dan kijken, volgden ze nog steeds. Ja, maar hij volgde echt. Wel, een hush. Maar hoe kan iemand in groep C derde zijn geworden met 85 punten? Ja, dat snap ik echt niet. Letterlijk, er zijn groepen daarmee, hier een groep met 6, waar nummer 6 nog 110 punten heeft. Ja, en die wordt daar derde met 85 punten. Dus derde worden en dan 6 waarschijnlijk en dan... Het is vierde worden, een keer derde en een keer gewoon 0 punten halen en toch door zijn. Zeg, Edox mag wel de groep een keer op. Ah, maar dat was in die lobby met baas, hoor. Ja. Maar die El Frogo, dat is ook een bijzonder, hoor. Ja. Dat is allemaal bijzonder. Nou, El Frogo, op een gegeven moment had hij er gewoon denk ik genoeg van of zo. Toen ging je gewoon met zijn hele team in de aanval. Ah, ja, iemand die Fransen loste in onze lobby en die stond op 3, dus ik heb gewoon vol doorgetrokken. Ja, uiteraard. Dan rijden beide mijn sprinters lek. Jammer genoeg. Ik test nu dat lukt, hè. Hallo? Hallo? Yo. Hallo, Mike. Zou ik een keer op? Maar Gabi komt zo, denk ik wel niet. Gabi. Zullen we al zien waar dat king gezet wordt, hè? Trouwens, iedereen die in de voice zit, maakt het uit als ik mijn geluid aanstream op Twitch of liever dat ik dat afzet. Dat is soms niet hoor. Ja, mij maakt het niet uit. Mij ook niet, maar misschien... Ja. Okay. Je kunt gewoon instellen welke input weet ik, hebt. Weet ik, maar... Ik bedoel, maak dat uit. Want anders ga ik dat zo laten. Hoe heet die server? Of die server die BD moet hebben? Ook gewoon World Cup solo? Of gewoon dezelfde? Dat is Edox zijn groep af. Dat is 4 gigabyte. Ja, dat is echt zot, hè. Jongen, ik heb daar zeker 10 minuten over gedaan. Zo. Ik ook. Dus. Waarom hebben jullie zo'n traag internet? Dit is helemaal mooi, jij bent nu echt niet. Ja, maar de internetkabel hier in de straat staat bijna op knappen. Maar ze gaan hem niet vervangen totdat hij helemaal kapot is. Toch logisch? Wat staat op knappen? Ja, die internetkabel die bij ons in de straat ligt. Knip hem een keer door, zou ik zeggen. Vlak voor je vakantie. Beter vlak, voor,
vlak voor je op vakantie gaat, knip je hem door. En als je terugkomt, dan is het gefixt. Dus je kunt hem mooi over 2 weken doorknippen. Ja. 2 weken? Dat kan zeker. Ja, dan ga je toch wel weer op vakantie. Misschien heb je school. Yep. Welke groep zit er nog weer? Ja, dat weet ik, maar ik ben het vergeten. Kijk. Groep O. Tuurlijk niet. Denk niet dat dat een echt speler is, of wel? Nee, volgens mij is dat... Nou ja, Bierkoning 69 is ook wel een echt speler. Die ken ik wel. Die heb ik al een paar jaar geleden zien spelen, denk ik, Bierkoning. Ja, inderdaad. Hij is gewoon bezig aan een comeback. Tja, die zal ook de volgende PC aan willen hebben. Ja. Eén scène toevoegen als vriend. Maar ik ben wel met 5 man spelen. Maar is er nog... Wauw, jij klaagt. Amai. Ja, nee, hè. De Nemea moet ons gewoon... Maar ik had dat met 5. Of 4. Hoeveel kijkers spelen we? 5. Te veel. 5, en daar is 3 kwartier. Ja, ik neem aan, 5. Dat zou toch logisch zijn, 5. Dat is in de regels, kijk. Jij verwacht dat Nemea logisch is. Hoebi. Het is niet zo goed. Nee. We zien slecht. Hij heeft wel sprint gewonnen tegen Gulli Koels. Dus. Kerin. Oei, ik sta 1e laatste in mijn sprintpool. Dat is niet goed. Oei. Nou, nee, ik ben echt slecht bezig. Dus. Ja, 5. Want ik had hem sowieso kunnen winnen. 100%, maar... Oh, zeg. Waarom antwoordt niemand laatste, op mijn vraag? De laatste sprint is tiebreaker. En waar zijn is er 5. Sim? Nee, in mijn groep. Ik ben er wel van uitgaan dat er iemand niet is, maar ik zie nergens een bericht dat er iemand niet is. Ik ga gewoon antwoorden. Ja, maar mijn groep van Classics, we waren om 45, waren we met 2. Van de 7. Ik zie jouw groep niet. En zegt het normaal om? Even. Koekoek. Hallo. Dag, Nicky. Hoeveel gaan er door? 3, zeker? 3 gaan er door. 3, ja. Chapeau. Dag, Nicky. Godverdomme, Tristan. Ah, ik had 4 met mij. 3, ja. Chapeau. Dag, Nicky. Godverdomme, Tristan. Ik ook. Ik had 4 met mij. Ghost, die gaan we toch niet inhalen. Dag, Nicky. Allee, Edox heeft Joe Politely weer niet goed verstaan. Ah, oh, maar dat duurt niet lang. Nog even te wachten tot ik ergens word ingeschoven als host. Ja, ik snap niet hoe dan die hosts soms gekozen worden. Ik snap eigenlijk niet dat er de voorkeur wordt gegeven dat de streamer ook de host is. Is dat? Oei. Ja, dat kan toch alleen maar like geven. Dat kan toch nooit goed zijn voor de verbinding. Maar bijvoorbeeld, Lennart is dan gekozen als streamer in plaats van host, terwijl het dan volgens mij toch wel een hele goede... Ja, Lennart streamer? Ja. Maar die heeft toch... Die is ineens, volgens mij. Nee, maar die had er niet zijn. Maar die is wel als streamer gekozen in zijn groep. Spijt, man. Waar is die? Hey, dan toch als host, want dat is in Spurs, Lyon, Chelsea, Real, dat waren de ploegen die in de eerste 6 gelegenheden Manchester City uitschakelden. Dan wel dwars zaten in de finale, Chelsea 2 jaar geleden. Waarschijnlijk zeker. Maar ze moeten langs Bayern München. Bayern, de 6-voudig winnaar. De winnaar van 2020, meest recent. En het zijn de 2 topfavorieten in de kwartfinale tegenover elkaar. De topfavorieten van de boekmakers. Oh. Ik ben blijkbaar de... schijnbaar was ik ook de host. Oeps. Ik dacht dat ik reserve-host was. Goed bezig. Allee, ik neem aan dat wij een reserve zullen krijgen. Wij niet hoor, denk ik. Het is een database van 5 hier. 0 met 6.
Je bent inderdaad host. Ah ja, moet eerst kijken naar andere groepen, zeker. Multiplayer. Ah, we zijn met vijf. Oh. Hij is niet correct gemod. Nou ja, komt goed. Dan missen we juist nog grandpa. Grote papa. Ik denk dat ik nooit tegen grandpa gespeeld heb. Ik ook niet. Alhoewel, ik weet het niet. Die bleef zeker binnenbaan. Mijn groep is ook wel een redelijk moeilijke eigenlijk. Thomas, Leo en Grootmeister. Ja, Grootmeister is goed. Zo. Leo ook toch, denk ik. Zeker. Kom maar beter. Ik ben Magic Bor. Hij kan alleen maar goed komen. Zeg, Halukino of ik nog kiezen? Die heeft Senna gepakt. Ja, nu gaan we het krijgen. Ik heb NVDB, dus ik win sowieso. Oh, dus ja, jongen, die mensen die hebben... Ah, dat is een 5 man DB. Oh nee, bij ons hebben wel 5 verschillende shirts gepakt. Die CDB van de Joe Politely, die werkt niet hoor. You Polit. Ja, dat is die 5 Riders CDB, maar die werkt niet. En dan moet ik dat... Die tering ben ik te zoeken. Ja, ik had hem nog. Oh, er zijn zoveel lobby's met 4 of 5. Wat een Emea die is toch niet aan het verdelen? Een Emea gaat wel verdelen. Hoeveel lobby's? Er zitten 2 lobby's vol. Toch een succes. Ja. Onze lobby zit vol. En daar is... Die van Mico zit vol en dan groep L. Maar bij mij kan het waarschijnlijk niet omdat er al een Belg in zit. Die van mij is L. Ja, maar er zijn zelfs lobby's met 2 Belgen zit, dus. Zitten er bij elkaar bij puntenkoers, ja, hè? Ja, ja, zeker. Er zijn maar 6 groepen. 5, ja, 6 groepen van. Er zijn er 5 en ze heel erg samen volgens mij, als ik het goed heb. Ook een raar systeem, hè? Maar ja. Ah, jullie zitten met 4, maar ja, 1 daarvan is Lennart dus. Ik hoop 3. Gaat hij wel spelen? Nee. Ik weet het niet. Hij is waarschijnlijk even aan het douchen. Hij is waarschijnlijk... Hij zal gaan werken, ik weet het niet. Bier wel. Ah nee, hij werkt niet mee. Ja, dat was al gedaan. Weer buiten is mee. Is buiten is mee. Zijn we al live of niet? Ja, al lang. Maar ik heb muziek op dat copyright is, dus voice dingen ervan zal toch wel gaan. Dus ik zou zeggen, zeg wat je wilt. Allee. Wie wil er mee uitschilden? Nu is een kans. Nou, dat zou ik nu kunnen doen. Ja, stop daar een keer allemaal mee eigenlijk. Man. Ja, eigenlijk, het is, je zoekt het een beetje zelf ook. Hè. Laat het niet mee gewoon doen. Ja, ik heb dat bashen op Emea begint wel wat uit te worden. Zo. Je kunt klagen, maar je kunt ook zagen. We mogen in principe wel blij zijn. Dacht nul heb ik gezegd dat de dictator was over de rest niks meer. Maar ja, dat was ook de mute waard. En ligt dat dan aan jou? Ja, dat ligt zeker aan. Anders, ik heb begrepen dat je kunt beklagen over mutes van Emea in de officiële PCM-server. Huh? Jij bent een grappige, hè. Love is a 5 can launch. Lekker. Hallo? Ah. Dan maak ik launchen. En waar mag ik Ninja en ik gaan?
We zitten nu meteen dat nog nooit Kairin heeft gespeeld, dat gaan we geven. Goed. Die lobby van Bazo, daar zijn ze bij twee. Ja, ik start. Op C. Wat? Wij ook. Tot de volgende. Yo. Maar ik weet niet, we gaan daar nog dus, ah, die doen niet mee. Ik dacht dat hij zei van... jawel, jawel, jawel. Ah ja, ja, bedoelt hij maar. Dat bedoelt die hij nog. Ilja zit er in... It's... Alright. Maar drie next rounds, zijn er vandaag twee rondes of zo? Nee. Alleen ronde 1. Oh, hij bedoelt dat er drie doorgaan. Da, kut, sorry. Maar ik ben nog een derde. Oh. Nu al? What the fuck? Nee, vierde of derde. Verdelen mee, ja, echt waar. Zeg, Jasper, zo zagen, maat. Ja, omdat u... En de eerste is binnen. Ja, hij is... Er zijn lobby's van twee mannen en hij weet ons wel dat niet even delen. Die en Tim reed gewoon van... Ah, is Tim 1, Edox 2. Lekker. Dank je. Dan Lucky Novik 3. Die ping van Slomi is een kleine 3000. Jongen, we zitten er hier met 500 pingen met een lobby, oh, dus... 3500, 4000. 4300. 4900. 6000. Oh, het loopt terug. Oh jongen, wat doe ik hier allemaal? Dat gaat hier al, dat gaat hier al 11 uur zijn tegen dat we beginnen met een met de... Bij ons ook, want bij ons in de kern wordt iedereen nog verplaatst. Ah, jullie worden verplaatst, dan zullen wij ook meteen verplaatst worden. Nou, naar andere groepen worden wij dat. Gaan beginnen. Oh ja, inderdaad. The game has left us. Ah, dat is ook leuk dat de Mandy onze host verzet wordt. Hé hey, jongen, wat is dat nu even bullshit? Ik kan ook vast. Moet er al geklagen over het Nederlandse shirt? Huh? Over een shirt? Ja, dat lelijk is. Maar door wie? Edox. Ah, de Tim start op kop. Ik ga in dat wiel blijven. Dat is misschien niet het slimste dat ik kon doen. Ah, kom aan, Edox. Blijf gewoon in mijn wiel zitten. Weg. Oei. Aha. Oh, kijk, dat is slecht. Ja, ja, we gaan hem toch pakken, denk ik. Ah, dat was niet goed van mij. Ah, nee, tweede, denk ik. Zeg Jasper. Wat? Moet dat nu echt in de chat? Max Born uitmaken van een cheater. Dat was toch? Leo heeft 2 op 2. Nee, maar hij cheat niet, want hij bridged, hè? Ja. Ja, wat? Ja, ik zit met 5 ineens, in plaats van met 6. Omdat er een verplaatst is voor hier. Nou, het zal wel. Ah, misschien dat wij er ook bij komen, hè? Zullen we wel zien? Ja, nee, want we zijn boven. Ja, en wij mogen. Ik wil er wel ergens bij, eigenlijk. Ah, ik hang ook echt vast tot en met, jongen. Wat is deze, man? Oef.
Ah, ik ga nooit meer streamen, zijn maat. Dan kwijt niet waar het vast. Al dat gezag van een stream. Jongens. Er zijn zelfs lobby's zonder een stream, volgens mij. Ja, terecht, zeker. Nee. Dat is iemand op zijn spas, Jan Bas. Nou, ik hè. Maar dan... Allee, allee, allee. Voorbij die Portugees, nee. Ah, oh, maat. Wat is de puntenverdeling? 10... 16, in maanden PCM verdelen. Aha, ik kom in groep E. Weer al vooraan starten. Godverdomme, kutspel. Ach, nog een keer. Wat is de puntverdeling? 10, 8, 6, 4, 3, 2. 10, 6 zeker? Nee. Of is het anders? 4. Ja, dankjewel. Dat ik de haar niet langs ben geraakt. Oh, ik ga bij een big dog terechtkomen. Oh, dat is toch een goede gast. Ik denk dat Leo en ik al zeker zijn van door naar drie maatjes. Nee. Ik heb... Ik zoek gewoon voor de Mandy. Dux is hier al aan het winnen. Zijn je alles aan het winnen? Nee, Dux is hier al aan het winnen. Ah, oké. Okay. Sterk. Maar ik ga niet sneller, gast. Sneller gaan, die man. Fuck. Ik denk wel dat ik nog altijd tweede zijn classification. Na drie dingen. Top. Brrr. Maar deze is ook mijn dingen niet meer. Ah, oh, ben jongen hier weer. Weer al vierde. Allee, gast. Iverios is een Frans van zeker. Ja. Franse loop. Weer al start, zeg. Niet lichte, maar... Vier keer op kop gestart. Drie keer. Ik denk oprecht dat we... Hoeveel dingetjes moet je eigenlijk spelen? Vijf. Shit, dat had ik er waarschijnlijk al... Vrij was dat dan nergens duidelijk geschreven? Nee. Sweet. Ja, in de regels wel. Ja, dat geen idee. Ja, er staat nee, vijf. Maar het is toch niet zo moeilijk, deze stedige lobby die nog hier gelanceerd is, waar mijn vier man zit. Het is toch niet zo moeilijk om mij daarbij te zetten, kom aan, vind. Hij is nog bijna gedaan. Oh, ik moet nu zijn. Bon. Ik zit met een big dog. Joepie. Zot, hè? Dat is echt een wat vrouwen. Oh, is dat niet die Portugees? Als mens. Evert gaat eruit. Hoe bedoel je? In de Kairen, blijkbaar. Zegt? Dat hem zegt, hè.
Ah ja, ik heb een banjong uit. Pure stront krijg je dan. Oh, ik sta 4 punten voor op de 4. Ik 9, denk ik, of 8. Ik weet het niet. Oeh, als Feffe nou niet zijn sprint vandaag speelt, hè, tegen mij, en hij moet dat vandaag, heb ik dan gewonnen? Easy win. Feffe is er niet. Nee, ja, hij is er niet, dus vandaag. Maar ik lig er al uit. Wij moeten nog beginnen. Ja. Leuk. Oh ja, spel ik je mute. Hopla. Leo, wint hem. De John Man. Vino heeft met de verkeerde DB gehost. Ik kan deze dus niet meer. Ah nee, toch niet. Laat maar. Ik denk dat ik tweede ben. Waarom is het Nederlands shirtje zo lelijk? Die laatste moeten winnen om door te zijn, man. Je had de laatste ook dubbel? Nee, maar wel als beslissende tiebreaker. Oh, ik heb de laagste pin. Ik heb wel nog geen herinnering. Als ik dat eerder zie, die hem voorlaatst nog gewonnen heeft. Nog eens overrompeld. Die AI zit gewoon op kop te knallen. Blijkbaar. Dat klopt. Ja, ik sta drie punten voor op de laatste. Oh my god. Zijn de door? Nog één maandje. Ah, succes, Gente. Dat tweede met drie punten voor op de laatste. Kom je wel uit. Oh, wap. Derde. Ah, nee, tweede. Tweede. Ja, maar het is toch drie. Jammer. Zit. Nee. De AI was laatste. Maar die begon in het begin al op kop te knallen. Oh, derde. Dus ik ben door. Oh my god. Proficiat. Nice. Ja, want dat is echt niet mijn overschot. Hè. Door het oog van de naald. Alle eerste rondes overleven zal al mooi zijn.
Ja, ik lees het. Wel gewoon niet goed in mijn kern. Nee. Juist, ik vind dat ook dat te kort. Te kort en no, te moeilijk. Dat is goed niet voor mij. Het is veel te snel. Ik vind dat ook. Pentecost gaat ook raar worden, zo'n drie maasjes. Ah, lol, volledig geblokt, man, wat een zak. Maar ik vraag me af, als je de eerste wint, moet je aan de twee anderen nog meedoen, of niet? Ik denk het niet. Je kunt ook geen, geen warning krijgen of zo van het rage quit, nee. Ik weet het niet. Ah, nee, ja, dat was in de dinges. 2 jaar terug bij Ivar, ja. Toen won ik de Omnium groepsfase en zat ik niet in de finale. Ik gewonnen laatste derde. Aha, 5 man db. Chanske dat hier ook zo alles gewonnen. Laatste. Ai. Ai. Ja, ik hang constant vast. Ik kan niet bewegen naar boven of naar onder, wat je wil. De wifi is kapot. Allee wel. De klank is anders wel goed. Ja, de klank is oké. Ja. Wat lief. Maar je kunt misschien met een lagere bitrate of zo streamen. Ja, dat heb ik al gedaan.